Het bloemetje van de week wordt mede mogelijk gemaakt door bloemsierkunst Peter Kuijs. Graafseweg 183, Sertogenbosch. Welkom bij het bloemetje van de week. Ik sta hier voor woonzorgcentrum Antoniegaarde. En ik ga hier opzoeken Mientje Vos. Mientje Vos is 90 jaar, woont hier, maar betekent ontzettend veel voor haar medebewoners. We zijn een beetje laat door het verkeer en we moeten opschieten, want Mientje wil eigenlijk naar de markt. Dus laten we maar gauw naar binnen gaan. Mientje Vos, hallo. Ik heb een hele mooie bos bloemen voor u van TV 73. Nou, kijk maar eens aan. Dankjewel. Alsjeblieft. Zo. U wilde gaan zeggen, waar heb ik dat aan te danken? Aan te denken, ja. Daar wilde ik heel graag even met u over praten, als dat mag. Ja, natuurlijk. Mag. Kom ik heel even bij u zitten. Goed, waar heeft u dat aan te danken? Ja. U heeft zelf geen flauw idee. Nee. Ja, misschien met mijn 90ste jaar. Dan word ik pas in december. In december wordt u 90 jaar. Ja. Het is een dooddoener, maar u ziet er 20 jaar jonger uit. Ja, zeggen ze. Voelt u zich ook 20 jaar jonger? Ja, ik ben fit. Nog. Ja, ik loop wel een beetje ongelukkig met mijn knie, maar verder is niks. Waarin uitzicht dat u zo fit bent? Wat doet u allemaal? Ja, hier alles. De tafels en de bloemen versieren en de kopjes neerzetten en koffie zetten. Ja, van alles. En de friet bakken. Voor alle mensen. Zaterdags en zondags. En er kwam net een meneer naar u toe en die zei, Mientje, wil je voor mevrouw een wit tasje maken? Een kastje. Een kastje? Een kastje voor baby's maak ik, ja. En wat zijn dat voor kastjes dan? Dat zal ik daar wel laten zien. Oh! En dan mee naar boven gaan. Geweldig! Ja. Wat ontzettend leuk. Nou, zou het daar misschien iets mee te maken kunnen hebben dat u dat bloemetje krijgt? Dat weet ik niet. Thea Pijnenburg, die kent u vast wel, ja. Die heeft ons getipt. En die zei van, Mientje doet daar zo ontzettend veel. Wij willen eigenlijk dat zij een bloemetje krijgt. Ze verdient dat. En daarom zijn we met het bloemetje van de week bij u terechtgekomen. Hartstikke leuk. En puur omdat u het verdient. U heeft zelf geen idee waarom u het verdient. Maar u vertelt dan wel van, ik doe dit en ik doe dat. Ja, elke dag. 'S Morgens om 7 uur ben ik beneden. En dan zorg ik dat de zaal helemaal in orde is. Mag je niet uitslapen als je 90 bent? Nee, ik hoef niet uit te slapen, want ik heb maar een korte nacht. U heeft daar genoeg aan. Ik heb er genoeg aan. En dan begint u om 7 uur, dan staat u op. Dan begint u hier met de tafels te dekken. Tafels voor de bloemen allemaal verzorgen. De stoelen zo te zetten zoals ze moeten staan als er iets te doen is geweest. Ja. Nou, achteraan 65 koppen schotels neerzetten. En glazen voor de thee, dus voor vanmiddag na het eten. Nou, en in de keuken de koffie zetten. Om 8 uur de eerste pot, 10 liter. En de tweede pot iets later. Als dan de mensen komen om 10 uur, dat ze ineens kunnen beginnen. En dan is de afwas, wat er nog staat. Er staat niet veel, maar wat er nog staat, is dan schoon. Heeft u zelf wel tijd om koffie te drinken tussendoor? Ja, ik heb net een kop thee gehad. Oh, je hebt net wat gehaald. Dus daar is nog wel tijd voor. Maar er werd ons verteld, want we waren een beetje verlaat door het verkeer enzovoort, dat we op moesten schieten, want Mientje wilde naar de markt. Ja, maar vandaag niet, want het is slecht weer. Nou is slecht weer, dan blijft u lekker thuis. Ja. Want u woont hier ook, hè? Ja, al 10 jaar. Heeft het hier goed? Ja, u heeft het hier goed naar uw zin. Dat hoef ik eigenlijk niet te vragen. In de week ga ik beneden eten. Wat houdt dat in, beneden eten? Hier hebben ze dan 's avonds om 5:30 eten. Want normaal kookt u zelf gewoon nog? Dan kook ik nog 2 dagen zelf. Dus ik moet het eigenlijk zo zien. Het is niet een zorgcentrum waar mensen een kamer hebben en allemaal hier komen eten. U heeft een eigen... We hebben een appartement, hebben we allemaal. Iedereen heeft een eigen appartement en kan dus in zekere... Slaapkamer, keuken. Een huiskamer. Ja, je kunt dadelijk wel even mee gaan kijken. Ja, heel graag. Ja. Dus iedereen die is in zekere zin gewoon nog zelfstandig, maar kan altijd terugvallen op de zorg die hier geboden wordt. Is als je iets krijgt. Ik heb tijd terug mijn arm gebroken bovenin. Dus 2 jaar geleden. Nou, toen hebben ze me gewoon verzorgd. Fantastisch. Hoe gebeurde dat, die armbreken? Was u weer met iets? Ik moest naar iemand die had die pilletjes ingenomen.
En die vroeg of ik nog kwam voor ze naar het ziekenhuis moest. En toen liep ik hard, maar mijn man is dood in de stoel gebleven. Niet hier, maar in een ander huis. Toen kwam ik binnen en er was nergens gelicht aan. En ik riep of ze wakker was. En ze was niet wakker, dus ik liep hard weg. En er stond een dekenkist met poten. En daar viel ik over. Dus het was echt dat was wel heel dramatisch, ja, natuurlijk. Maar dat begrijp ik. Heb hier geholpen. Dat is wel fantastisch natuurlijk. Wel de zorg dan. Want dan hoeft u niet, mijn moeder heeft dat ook gehad, die woonde nog zelfstandig, maar die kon niet in haar huisje blijven. Die moest naar een verpleeghuis voor een paar maanden en dat is niet leuk natuurlijk. Ik werd hier gewassen en ze hebben me echt verzorgd. Fantastisch. Maar ik was binnen 6 weken weer beter. Tenminste beter. Toen ging ik weer, ja. Ik ben aangeschoven bij Thea Pijnenburg. En Thea, jij bent de aanstichtster van dit geheel. Waarom vind jij dat Mientje dit bloemetje verdient? Ze doet hier zoveel. Oh, wacht even. Oh, kijk nou eens wat we krijgen. Oh, wat fantastisch. Dankjewel. Jennifer staat erop. Jennifer, ja. Jij werkt hier in het restaurant? Ja, ik werk hier in het restaurant via Cello. Zo, dat treffen we hier eventjes, hè? Maar je wilde net gaan vertellen over Mientje. Ja, ze doet hier zoveel. Echt, ze is altijd in de weer. En kroketten bakken, friet bakken. En ik hoorde wel dat ze ook echt vroeg opstaat om hier alle koffie te gaan. 6:30 en dan is ze buiten in de tuin bezig. Ja. Nou, die hebben we weggezet nou. Hè? We hebben 60 stoelen en tafels. En die doe ik elke morgen ook allemaal schoonmaken, voordat ze er naar beneden komen, dat ze er dan netjes zijn. Dat de kleren niet vuil worden als ze erop gaan zitten. Ja, ik begrijp het, ze doet ontzettend veel. En op die leeftijd? Ja. Zij verdient een bloemetje in jouw ogen. En wij vinden het altijd ontzettend leuk als mensen ons tippen van er zijn bijzondere mensen. Nou zit Mientje ook hier in een heel bijzonder huis. Ja, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet noemen. Want ik sprak net even met Corinne, de activiteitenbegeleidster. En die zei, we noemen het hier ook Park Antoniegaarde. Ja. Eigenlijk met Oosterhof en zo ook. Park Eemweg is dat, geloof ik. En dit is Park Antoniegaarde. Dat is allemaal vernieuwd, geloof ik. Ja. En wat is jouw functie hier? Wat doe jij hier? Niets. Ik ben een nichtje van een bewoner. Oké, dus het is eigenlijk... En ik zie dat dus, ja, ik kom hier regelmatig. Ik maak schoon bij mijn oom dan. En ik doe de boodschappen en... Zo heb ik ook Mientje leren kennen eigenlijk en zien wat ze allemaal doet. En ik vind het fantastisch. Ik heb al eerder een opname gehad met Mientje van Wiggerden was dat. Die 80 was en ook zo ontzettend vitaal en veel deed. En ik heb toen al gevraagd, wat zit er in het water hier in Den Bosch? Dat mensen zo vitaal zijn. Maar het is ongelooflijk. Ik ga zo nog eventjes verder met Mientje. Maar ik wil eigenlijk ook heel eventjes praten met Corinne, de activiteitenbegeleidster. Die een verhaal te vertellen heeft over de formule van het park Antoniegaarde. Ik sta met Corinne, de activiteitenbegeleidster in de binnentuin van Sint-Antoniegaarde. Park Antoniegaarde. Park Antoniegaarde. En ik ga een klein gesprekje met haar hebben over haar werk, over de bijzondere setting eigenlijk van het park. En ook natuurlijk een beetje over Mientje. Ja, Mientje is een bijzondere vrijwilliger. We hebben hier ongeveer 70 vrijwilligers waar Mientje eentje van is. En vanaf het begin heeft ze gewoon ontzettend veel werk voor ons gedaan. Dus fijn dat ze nou zo'n bloemetje krijgt daarvoor. Ja. Ze heeft me een aantal dingetjes verteld daar straks in het gesprekje. Maar volgens mij heeft ze nog niet eens alles verteld. Want ik hoorde onder de koffie ook ineens, ja, ze deed ook nog iets voor jongeren. En wat was dat precies? Nou, ik ben bezig met scholen om ook te laten zien dat de zorg niet al bollig en truttig is. Om er
ja, een beetje op te waarderen, zeg maar. En Mientje is een van mijn grote voorbeelden om jongeren te laten zien wat je nog kunt als je 90 bent. He, dat je dan niet achter de geranium zit, maar dat je gewoon nog een actief leven leidt. Dus ik leid ze rond door het gebouw, dan ga ik naar Mientje, naar het appartement. En dan vertelt Mientje wat ze hier allemaal doet. En de jongeren zijn dan helemaal stil en helemaal onder de indruk. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want als ik hier binnenkom en als ik de sfeer proef, ook hier op die binnentuin. Ik bedoel, jij zei net, dat is een oude kapel daar. Is daar het appartement omheen gebouwd? Is dat echt een oude kapel? Of? Dat is echt een oude kapel, maar die historie weet ik helaas niet. Ik ben ook niet een echte Bossenaar, maar dit gebouw waar we nu staan bestaat 10 jaar. We hebben afgelopen september ons 10-jarig bestaan gevierd. En wat ik zei, de sfeer als je hier binnenkomt. Het was altijd mijn ontzettend schrikbeeld om ooit, als ik oud ben, in een verzorgingshuis terecht te komen. Maar hier wil je echt wel zitten, want nou is dit natuurlijk wel een beetje een andere formule. De mensen hebben hun eigen appartement en daarnaast de zorg die hier geboden kan worden. Maar het ziet er allemaal zo ontzettend gezellig uit, ook hier beneden, die kamer waar we dan zitten. Het is die brasserie. Ik vind het wel heel bijzonder. Ik heb zoiets eigenlijk nog nooit gezien. Is het ook bijzonder of komt het toch wel vaker voor? Het komt wel vaker voor. Wij zijn onderdeel van de Van Nijnsel. En de Van Nijnsel heeft 4 woonzorgcentra die eigenlijk allemaal deze opzet hebben. Ik vind zelf wel het bijzondere van Park Antoniegade dat we gewoon in de binnenstad zitten. He, dat maakt het net een stukje extra en dan deze prachtige binnentuin hebben. Ja. Ja, ik stond net de intro te doen voor het gebouw. En er was heel druk met verkeer enzovoort. En dan staan we hier. En hier straalt gewoon de stilte van het platteland uit. Ja, dit is echt een stukje een rusthaventje, zeg maar. Ja, hier zitten we heel graag in de zomer. Dat kan ik me voorstellen. Op de stoelen die Mientje dan schoongemaakt heeft. Op de stoelen die Mientje schoonmaakt. Met de asbakken die Mientje leegmaakt. En allemaal de stoelen weer klaarzet. Ja. En Corine, want activiteiten begeleiden, dat is natuurlijk heel breed. Ik stel me daar altijd voor, dat is iemand die kaarten zit te maken met de ouderen. Maar als ik dat zo hoor... daar was ik bang voor. Daarom, als ik dat zo hoor wat jij doet ook met de jongeren, dan denk ik, ook dat vind ik vernieuwend, want ik heb daar nog nooit van gehoord dat dat gebeurt. Jij hebt ongetwijfeld heel andere dingen in jouw pakketje zitten dan kaarten maken. Ja, eigenlijk is het woord activiteitenbegeleidster ook niet het juiste woord voor de functie die ik doe. Hè. Dan krijg je inderdaad de ideeën die u heeft. Maar ik faciliteer dat er dingen gebeuren. Een speerpunt van Van Nijnsel is dat we sollicitaten beginnen. En wij hebben onze eerste solliciteit gehad. En dat wil zeggen een groep mensen waar het thema ontmoeten voorop staat. En van daaruit gaan we verenigingen ontwikkelen. Dus als ik 6 mensen heb die zeggen van nou, wij zouden graag een koortje willen beginnen, dan faciliteer ik dat. Ik zoek een dirigente en ik zet de mensen bij elkaar. En zo hebben we heel veel verenigingen, danser, kaarten, ook wel handwerken, ook wel kaarten maken. Alleen dat doen vrijwilligers voor mij. Die voeren echt de activiteit uit. Ja, want je hebt natuurlijk, dat zijn heel veel dingen. Je kan nooit alles zelf doen, dat begrijp ik. Hoeveel bewoners wonen hier? Ja, we hebben 200 appartementen, dus ik weet het niet precies, maar dat zou zo rond de 220 bewoners denk ik dan zijn. Zijn het voornamelijk alleenstaande? Ja, het zijn heel veel alleenstaande, maar gelukkig hebben we ook nog stellen en we hebben gelukkig ook nog mensen die elkaar hier ontmoeten en samen weer verder gaan. Ja. Wat fantastisch voor hen, want je praat er heel enthousiast over. Ik denk dat oudere mensen zoiets en zo iemand ook nodig hebben. Ik vind het fascinerend om deze kant van het ouder zijn en ouder worden te mogen zien. En dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Jullie bedankt voor de komst. Ik zie hier echt, als je wat hoger zit, ook prachtig, hè? Want de uitzicht op de Sint-Jan daarachter is schitterend. De Sint-Jacob ook. Daar kijk je ook. Dat is ook een kerk. Ja. Dit is de kapel. Oh, dat is ook mooi. Wordt hier wel eens een dienst of een mis gegeven? Nee, dit is een stilte ruimte. Daar kunnen ze zich terugtrekken. En ze dan s'avonds is het 2 maal in de week een rozenhoedje binnen. Dinsdags en donderdags s'avonds. En dan verder wordt er niks gedaan. Maar dan komen mensen kaarsje opsteken. En een boek schrijven. Wat ze vragen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan naar jouw appartement. De buurvrouw zwaait al. Hier zijn we aangekomen bij het appartement van Mientje. Zoals ze zelf zegt, het mooiste tekstje.
Dus ik ben benieuwd. Nou, die boom die staat en ik vind het hartstikke leuk, want ik kijk net op een tuintje. Nou, dadelijk zijn ze leeg en dan hangen er niks als die balletjes aan. En als er dan ijzer komt, dan is het zo'n mooi gezicht, want er blijft hangen op die balletjes. En dan vind ik het heel gezellig. Van u hoeft die niet weg? Nee, hoeft van mij niet weg. Maar die doen ze ook niet weg. Maar ik had wel gevraagd of ze een tak eraf wouden snijden, want hier komen de glazenwassers en die komen dan in de goot met zo'n karretje. En die kon er niet meer bij, zei die. Ik zeg, ja, maar mijn ramen moeten gewassen worden. Ja, want het moet proper zijn. Want u gaat elke middag, als u naar boven gaat, vertelde u net? Doe ik iets, ja. Dan gaat u poetsen? Ja, dan poets ik. Ja. En als u niet kan slapen, gaat u poetsen? Ja. Ja, sorry, ik ben nog aan het lachen. Want ja, we zitten hier zo een beetje de setting te maken. Een Mintje in de stoel en ik op mijn knieën op de grond. Zegt Mintje, anders doe ik dat wel. Dan kan jij hier gaan zitten. Zitten. Dus, dit tekent jou helemaal, denk ik. Ik wil nog heel even hebben met jou over dat frietbakken, want dat is niet zomaar iets. Hè. Je staat daar gewoon een hele dag. Ja, van 10:30 tot 1:00 is het frietbakken dan. Dan is alles klaar. Ik ga ook dan mee de oven in. Hè. In die sleeën doen we het dan. En ik ga die oven in. Dus we hebben alles klaar als de mensen komen. En de soep eerst rond en dan gaan ze met het eten rond. Dat eten ze daar beneden op? Op, ja. En over hoeveel personen heb je het dan? Nou, 's middags voor 45 en 's avonds voor 70, 80 wel eens als de vreemden meekomen. Lust je zelf nog friet? Nee, ik eet van de hele dag niks. Als een kop soep. Dat kan ik me wel voorstellen. Nee, en 's avonds gelijk onder de douche zeker? Mee dat ik boven kom, ga ik onder de douche en doe ik mijn huispak aan. En dan ga ik zitten en 10:30 neem ik dan een paar beschuiten. Nou, kijk eens aan. Dus. Maar je hebt hier inderdaad een schitterend appartementje. Ik kan me voorstellen dat je het hier ontzettend naar je zin hebt. Ja, ik heb het echt naar mijn zin. Ja. Ik vond het heel erg fijn dit gesprek met jou te kunnen hebben. Dat je op deze leeftijd zo in het leven staat. Ik vind het helemaal fantastisch. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat je nog jaren en jaren lang dit kan ik doen. Ik hoop het, maar ik weet het niet. Dat weet je natuurlijk nooit. Ik weet het nooit, nee. Ik denk namens alle mensen hier op Park Antoniegaarden, Mintje, van harte bedankt voor wat jij allemaal doet. Fijn, dankjewel. Ik vond het heel leuk, want het was een echte verrassing. En dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Mintje, heb jij ook een lievelingsliedje? Want dan kunnen we dat gebruiken in de uitzending. Ja, maar dat is van Bocelli, ken je het? Van, ja, Andrea Bocelli? Ja, die blinde. Ja? Ja, dat vind ik zo mooi, want die heeft hij gezongen bij de uitvaart van mijn man. Liedje van Andrea Bocelli. Time to say goodbye. En daar gaan we nu naar kijken voor Mintje. I'm not afraid to die.
sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Dit maak jij dus, ja. Mintje. Dat kwam die man net bestellen. Maar zijn die kastjes, die maak je ook helemaal? Klaar. Dat is een theekastje van Action. Oh, echt? Ja. Oh, inderdaad, voor theezakjes. En dan maak jij dan die dingetjes op. Ja. Wat ontzettend leuk, zeg. De babytjes. En dat verkoop je dan? Ja, verkopen gewoon. Ja, voor de kostprijs? De kostprijs. Het is maar dat ik iets te hobby heb. Nee, je had nog niks te doen, dat begrijp ik. Je moet een hobby hebben. Maar Mintje, ik heb nog iets bijzonders. Misschien kun je dit heel even terugzetten. Jij hebt een aantal jaren geleden ook een lintje van de koningin gekregen. Dat is toch wel heel bijzonder. Wie heeft dat opgespeld? Een burgemeester hier in Den Bosch. Burgemeester, hoe heet deze? Rombouts, ja. Nou, dit moet een kroon op je werk geweest zijn. Ja, dit is echt fantastisch, ja. Dus heel veel mensen vinden dat jij iets verdient. Je hebt nu het lintje gekregen, je hebt het bloemetje gekregen. Wat ligt er nog in het verschiet voor je? Oh, ik heb genoeg. Mintje is een tevreden mens. Ik ben tevreden, hoor. Heel mooi. Ik vind dit wel altijd leuk om te laten zien. Ja, die, ja. Draag je het speldje wel? Met Koninginnedag. Oh, ja. Ja. Maar dit mag ik niet dragen. Nee, dat weet ik. Dat is echt. En als je doodgaat, moet terugsturen. Ja, nou, volgens mij controleren ze dat niet, hoor. Ik zou het gewoon aan kinderen geven als ik u was. Ja. Oké, okay, dank. Ja, die hoort erbij, hè? Ja. We waren te gast in Park Antoniegaarde bij Mintje Vos. Een vitale vrouw van bijna 90. Ik hoop dat ik ook zo oud kan worden, op die manier. Dat lijkt me wel wat. Weet u nou ook iemand, een bijzonder persoon, een bijzondere instelling of vereniging die een bloemetje verdient? Laat het ons weten, via de mail of bel ons. Alvast bedankt en tot de volgende keer. Het bloemetje van de week wordt mede mogelijk gemaakt door bloemsierkunst Peter Kuijs. Graafseweg 183, 's-Hertogenbosch.